Ik wou in deze video een klein stukje muziek laten luisteren. Niet zozeer omdat het mooie muziek is, maar omdat de boodschap ervan heel speciaal is. En ik denk dat het belangrijk is dat we hier eventjes naar gaan luisteren. Nou, dan gaan we even luisteren en dan ga ik zo meteen uitleggen waarom ik dit deel. Voor de mensen die deze muziek wel waarderen, ik zal de link even achterlaten. Maar goed, het ging hier dus over de eerste opgeschreven woorden van die God vertelt. Laat er licht zijn, in principe zijn de eerste beschreven woorden in de Bijbel, in Genesis 1 uiteraard. Natuurlijk in het begin is dit en dat en zus en zo. En dan zegt God, laat er licht zijn. Ja, je kan natuurlijk zeggen van ja, licht is na de duisternis gekomen. Maar als je het heel goed naar duisternis gaat kijken naar licht. Licht staat voor bewustzijn of wetendheid, bewust. En duisternis staat voor onbewust of onwetendheid. En als je onwetend bent, dan heb je geen besef van je eigen bestaan. Dus eigenlijk bestaat duisternis is eigenlijk niks. Het is het tegenovergestelde van licht natuurlijk, maar eigenlijk bestaat het niet eens. In die zin, snap je wat je bedoelt? Voor zichzelf. Het kan niet. De duisternis is niet bewust van zichzelf. Laten we het daar even op houden. En dus het eerste wat gecreëerd is het licht. En ik denk dat we daar eventjes op moeten filosoferen, om het zo maar te zeggen. Want licht is, zoals ik zeg, bewustzijn. En bewustzijn is de sleutel om te kunnen leven, om het zo maar te zeggen. Dus in principe heeft hij daar het leven in het algemeen geschapen. Het heeft eigenlijk niet echt iets met fysiek licht te maken. Je kan het natuurlijk zo interpreteren, of het is natuurlijk een symbool van. Hè, zoals het op aarde is, zo zal het in hemel zijn, zeggen ze natuurlijk in de Bijbel. En met dat gezegd, dat betekent dus dat er altijd een schaduw, type, noemen ze dat, een shadow type in het Engels. Ik weet niet hoe het in Nederlands goed vertaald is, maar in ieder geval een namaaksel, of tenminste een symbool van hoe het in de hemel is, zo is het hier ook op aarde. En daardoor hebben wij natuurlijk een zon. Hè? In de Egyptische tijd aanbaden ze zogenaamd de zon, tenminste dat is wat mensen denken. Maar wat ze eigenlijk deden was een dag om het licht te prijzen. Daar heet het Ra. In het Hebreeuws is het oor. Dat is eigenlijk omgedraaid. Dus en je hebt natuurlijk de berg Horeb. Oftewel oor. Er zit ook oor in. Er zit ook licht in. En je hebt de berg Sinai. Dus sin. Dat betekent maan. Dat is mindere licht. Snap je? Dus je ziet heel veel de symbolen in de hemels. Hè, in wat wij zien als de hemel, de lucht. Dat is wat waar symbool voor staat. Hè. Je hebt het volle licht, het grote licht is de zon en mindere licht dat is de maan natuurlijk. Dus, of tenminste, een maan is eigenlijk een reflectie van een grotere licht. En dat is wat een heel diep symbool is. En waarom? Dit is bepaalde gnostische wetenschap. En misschien dat mensen dit niet gaan begrijpen, maar laat ik het in ieder geval even uitleggen. Dit is gnostische wetenschap. Hè. Dus dit is misschien wat filosofischer dan dat je gewend bent. Maar het gaat er even om. Laat ik het even heel simpel uitleggen.
God heeft zeg maar een spiegelbeeld gemaakt van zichzelf, zodat hij zichzelf kon begrijpen. Zo is de filosofie. Ja, dat is je moet het niet letterlijk nemen. Maar goed. Dus het universum is een spiegelbeeld van God. Zo zien de gnostische christenen. En dat is niet omdat wij denken van, tenminste dat wij denken dat God een persoon is. Nee, dat is omdat wij proberen symbolen te gebruiken om te laten begrijpen hoe God voor ons zou kunnen geïnterpreteerd worden. Goed, dus een spiegelbeeld is dus, hè, zoals ik dus zeg, de maan spiegelt het licht van de zon. Dus de spiegelbeeld is ook altijd gezien als de duivel of de demiurge in het gnostische, oftewel hè, de lagere goden of de lagere god of de jaloerse god wordt die ook genoemd in de Bijbel. En dat is natuurlijk de afspiegeling van God, oftewel de tegenstander. Die twee samen creëren die realiteit waar wij nu in zitten. Hè? De realiteit tussen goed en kwaad. Daarom kon Adam en Eva van goed en kwaad, de boom van goed en kwaad, eten. Dus, met dat gezegd, doordat God licht heeft gecreëerd, bewustzijn, leven, dat is het eerste wat hij deed, hè? Volgens de Bijbel en meerdere. De gnostische geloven het in principe ook, dat het licht in principe hè, een afbeelding is van God en liefde. En ja, en wij zijn allemaal kleine deeltjes van het licht. In licht heb je namelijk fotonen, hè, wat ook als engelen genoemd worden in de Bijbel. Maar die fotonen, dat zijn deeltjes licht, maar tegelijk zijn het frequenties. Dus je ziet hier dat in licht het hele spectrum van bewustzijn. Want wij kunnen alleen maar dingen zien hier in het leven door licht. Nou zijn wij dus zelf een afsnijsel van dit licht. Een klein deeltje van het licht, om het zo maar te zeggen. Dat betekent dus dat je een zoon van God bent, noemen ze dat. Hè? Je hebt je innerlijke licht. Zoals in Matthäus 23, of nee, ik weet niet precies. 5, 6, 6 vers 23. Ik ben niet helemaal precies. Maar staat het ook van... Laat uw oog enkelvoudig zijn, want dat is de kaars van het lichaam. En dat je een kaars niet onder een ding zet, maar midden in de kamer, zodat het de hele kamer kan verlichten. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor nu, dat je je licht laat schijnen. Je bent een onderdeel van God, je bent een zoon van God. En laat dat ook zien, laat dat ook schijnen naar buiten. Laat dat ook gewoon, je mag het zijn en je bent het ook. Kijk... Klinkt misschien af en toe allemaal een beetje raar. En dat je denkt van ja, maar ik kan toch niet zeggen dat ik een god ben. Nee, dat is ook niet wat ik zeg. Ik zeg dat ik een zoon van God ben. Maar als jij een zoon van een hond bent, dan ben je nog steeds een hond. Snap je? Als je een zoon bent van een mens, ben je nog steeds een mens. Als je een zoon bent van een ezel, ben je nog steeds een ezel. Snap je wat ik bedoel? Dus het licht is bewustzijn. En dat is het eerste wat geschapen is. Jouw kern, jouw zijn is bewustzijn. Dus... Daarin zie je dus dat het eerste wat God gemaakt heeft, is wat jij daadwerkelijk voorstelt. En dat jij de realiteit benadert, zo vanuit dit bewustzijn. En die realiteit is geschapen door, je kan natuurlijk op de gnostische manier kijken, als afspiegeling of als demiurg, door een demiurg of als tegenovergestelde van God. Maar dat zoals ik zei, dat is nodig om überhaupt bestaan te creëren. Dus het is niet slecht, laat ik het zo zeggen. En om het even af te gaan sluiten, anders ga ik te diep in op deze best wel heftige materie. En het gaat er dus echt daadwerkelijk om dat je gaat inzien dat jij gecreëerd bent door uit bewustzijn, laat het zo over zeggen. En dat universele bewustzijn is wat je daadwerkelijk in essentie bent. En die essentie, daar moet je weer naar terug. Hè? Dat noemen ze ook wel de bron of source. En daar moeten we uiteindelijk weer naar terug. Dat is het einddoel, de bestemming. Laten we het daarvoor houden. Dankjewel voor het kijken. Tot in de volgende video. Peace!